Hoi, leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe vlog. Mijn god, jongens, kijk hoe mooi. Dat is heel veel. We zijn dus nu bij de scooterwinkel. En poppertjes erbij en een beetje sushi. Wat wil ik nog meer? Dit is appartement 3. Vandaag ga ik jullie dus weer Vandaag ga ik jullie dus weer meenemen en deze hele week ook. Het is nu zaterdag en ik ga iets super leuks doen. Dus hebben jullie nu al zin in deze vlog? Doe dan zeker een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En dan gaan jullie met mij mee. Ik ga nu buiten en het is nu 1 uur. Ik was gisteravond, had ik een sweet 16 van een vriendinnetje van mij. En het was echt super gezellig. Dus ik was wel een beetje moe vanochtend, maar I'm here. Want ik heb weer een Kloes opdracht. En Kloes vond die super leuke horloges, maar ze hebben dus nu ook een sieradenlijntje. Dus ik moet daar een fotootje voor maken. En ik dacht, nou, wat is nou een leukere plek dan een bloemenveld? Want ik zag het bij Noor elke keer echt al jarenlang een bloemenveld met allemaal rozen of dahlia's. En we gaan er nu eindelijk naartoe. Dus ik heb er super veel zin in. Want het schijnt dus echt heel erg mooi te zijn. Dus daar gaan we een foto maken. Het weer is alleen niet top. Dus ik hoop dat het nog een beetje open trekt. Het wordt deze week trouwens ook weer 30 graden. Echt bizar gewoon. Dus daarom leek het me ook leuk om een fotootje in het bloemenveld te maken. Dus ik ben echt excited. Ik ben zo benieuwd. Ik wou hier echt al naartoe toen ik 10 was. Ik heb hier de Kloes dingen. En dit is dus het horloge. Ik vind hem echt heel mooi. Kijk. En ze hebben dus ook een nieuwe sieradenlijn, wat ik daar net al vertelde. Dus de oorbelletjes heb ik nu in. Maar dit is dus het leuke armbandje. Dus ik vind die echt super mooi. En ik vind deze ook heel mooi. Dus ik heb eigenlijk alles goud gekozen. Want ik draag altijd goud. Dus dat ga ik straks allemaal omdoen. En dan gaan we dus een close-up shot maken. Want je moet goed de sieraden zien. Ja, daar denken we over na. Hè. Boerenland achter me. Alleen maar groen. Was goed bij mijn feet. Gewoon in die groene planten allemaal staan. Het is trouwens in Lisse en niet in Noordwijk. Maar dat is heel dicht bij elkaar. Dus ik was in de war. Maar we gaan wel Lisse. Good morning. Het is zaterdag. Ik ga eventjes ontbijten with Davam bij Georgette in de PC. We hebben een ijskoffie en een smoothie. Oh no, dat was gezond. Voor het eer. Ja, inderdaad. Inderdaad. Ik doe het nooit. Maar wel trouwens was wel fase. Ochtends vind ik dat gewoon heel lekker. Ik vind dit heel lekker. Maar Nola niet. Koffie? Het is wel lekker, ga ik van wakker worden. Oh, vraag je nou echt of je mag eten? Omdat je anders, dat ik een filmpje wil maken, hè? Ja, dat kijk. Ja, precies. Ja, dat kijk. Aardig van mij. Wauw, ja, heel aardig, pap. Jimmy! Ik ben ook aardig. Nola, het verschil moet er wezen, hè? Ja. Lekker, hè? Allebei wel echt lekker. Ja. Zo lekker. Ja. Zo lekker. Ja. Ik heb mijn acai bowls, jullie weten het. Oh mijn god, jongens, kijk hoe mooi. Het is echt zo cool. Kijk even. Ik ben er dus, alleen ik weet gewoon echt niet waar ik een foto moet maken. Ik vind gewoon echt alles mooi. Ik wil op elk paadje een foto maken, want daar is het dan weer mooi. Bordeaux en hier is wat meer wit met roze en zo. Het is echt zo mooi. Ik ben echt blij dat we hier naartoe zijn gegaan, hoewel ik wel moe ben. Maar, oh my god. En jongens, dit wordt volgende week gewoon gemaaid. Kijk hoe leuk, jongens. Die roze fiets en al die mooie bloemen. Oh my god, I love. En daar is de schommel. Wow. Ja, ik loop dus nu nog steeds bij de bloemen. We hebben er net een foto gemaakt voor Kloes. Toen ging ik wat meer in die paadjes staan in de bloemen. Wat close-up. En die zijn echt heel mooi geworden. En toen zijn we helemaal naar het einde gelopen. En gingen we gewoon voor de hele bloemenstrook staan. En toen zie je gewoon het hele pad met bloemen. En dat is echt super mooi. Ik weet niet precies wat we nu gaan doen. Maar ik heb een mooie foto. En trouwens hebben we dit dus gekregen van die mevrouw. En kijk even hoe mooi het is. Ik ben weer thuis. Ik ga me nu even omkleden. Want ja, ik vind het nou niet heel leuk dit. En ik vind dat shirtje een beetje kort. Maar ik heb dus wat van NYX opgestuurd gekregen. En ik vind het echt super lief. Een heel pakketje. En ik heb 3 van dit soort soft cheek blush mousse. Verschillende kleurtjes. Dus ik wil dat echt heel graag al heel lang een keer uitproberen. Want ik zag het elke keer op TikTok. Deze kwast. En ik vind het echt een hele mooie foundation kwast. Ook al doe ik niet zoveel foundation op. Ik vind het echt een mooie foundation kwast. Want ik heb weer mijn make-up routine veranderd, jongens. Dus volgende week is echt weer verleden tijd. Deze hier ging het eigenlijk om. De nieuwe foundation Can't Stop Won't Stop. In kleur nude. Ik weet niet zeker of het een goede kleur is voor mijn huid eigenlijk. Want ik heb nu wel spray tegen gedaan. Dus ik ben wel iets bruiner.
Ik ben met Emma de Girl. En we zijn eventjes een shopping spree aan het houden. Shopping spree. Even make-up. Ik ben haar aan het aanraden deze. Deze is echt, jongens, de beste concealer. Deze is zo pakkend. Ik ben zo blij. Ik heb nu op. En je ziet niet misschien ook mijn pukkels, maar je ziet gewoon niet. Ik heb ze niet hoor trouwens, maar. Just so you know. En ik vind deze hartspiegel leuk. Sowieso, Too Faced is echt mijn lievelingsmake-up merk. Dus, een tip van Jaren. En we zijn even lekker in de kalverstraat en we gaan zo wat eten. Yummy. Ik ben er gewoon van, oké, we gaan ontbijten. Oké, we zijn in de make-up winkel. Oké, we gaan weer eten. Oké. Ja, maar je eten, dat hoort bij Jaren. Ja, ik werk gewoon naar etenmomenten toe. Dat is gewoon mijn leven, ja. Dus, get used to it. We zitten bij George again, jongens. I know, dat is heel erg. Oh, maar het is gewoon echt heel lekker. Ik heb ook bij George ontbeten, hè. Nee. Gisteren ook. Nee. Dus ik leef bij George, maar George is gewoon echt heel leuk. En we zitten lekker buiten aan de Amsterdamse grachten. En yes. I have a nice view. En ja, we gaan even kijken wat we vandaag nog gaan doen. We zouden eerst naar Den Haag gaan, maar het werd allemaal een beetje veel. Dus we'll see now what's going to happen. Hi. Het is nu zondagochtend en ik ben me even aan het aankleden. Want ik ga brunchen met mijn ouders bij het Poelingse Hotel. En ik ben er echt heel lang niet geweest. En dat is een heel leuk hotel, dus ik wil dus nu een dit aan. Dat is een nieuwe broek, wat ze doet. Ik vind hem heel mooi, dus ik moet dit kaartje nog even afhalen. Het is een flare en ik ben weer helemaal in de flare. Want ik vind het gewoon echt een mooi model. Ik moet wel een beetje opschieten, want ik moet echt over 10 minuten weg. Dus ik ben echt een chique look voor mijn gevoel. Want ik heb dit soort dingen zeg maar nooit overdag aan. Misschien soms 's avonds naar een feestje of zo. Alleen dan doe ik het liefst nog letterlijk een joggingspak aan. Of gewoon een broek met een shirtje. En dit is wel gewoon echt special, you know. Oké, nou het is wel echt een chillen kwast, ik zeg je eerlijk. We gaan dus bij het Pulitzer brunchen. En ik heb er echt heel veel zin in, want ik vind het echt gezellig. En ik heb gewoon net ook mijn broertje en zo. En Lucas zit trouwens op de middelbare en had gisteren mijn schoenen aan. Die ene oranje, Jordans, nieuw. En ik wist gewoon niet dat hij aan had, dus ik kwam binnen. Want ik was gisteravond nog even een broodje doen. En toen zag ik opeens Luca, hoi. En hij stond daar met mijn schoenen en ik was echt van, hè? Dus ik ging helemaal stuk, maar wel echt lief. Dus ik ga nu even make-up look afmaken. Het is echt super mooi weer zoals jullie zien. Dus ik heb ook mijn zonnebril mee. En we zijn nu bij de grachten, want daar is het Pulitzer Hotel waar we gaan. Brunchen. En trouwens, mijn moeder is deze week jarig, dus we gaan ook nog even een cadeautje kopen. Woensdag is ze jarig en dan gaan we ook uit eten met z'n allen. Dus dat is heel gezellig, maar het is echt zo chill. Het wordt deze week dus super lekker weer. Ook echt best wel veel, 28 graden, 30 graden. Dus ik heb er heel veel zin in. Het is Pulitzer Amsterdam. En we hebben hier ooit een keer heel lang geleden meet and greet gedaan. In zo'n hotelkamer. Dat was echt super leuk. Maar dat was echt denk ik 3 jaar geleden. Dat is echt heel grappig om terug te zien. Kijk hoe leuk, jongens. In die tuin. Dit is ons tafeltje. Ik heb dus lekker een bagel besteld. En mijn moeder yoghurt met granola. En we hebben dus pannenkoekjes met z'n allen. Maar kijk hoe klein ze zijn. Echt super cute, maar wel leuk. En mijn vader, ei, ook met een bagel. Dus we gaan dit nu lekker eten. Nou, kijk hoe lekker. Het ziet er echt zo mooi uit. Ik ben weer thuis. En ik had dus een pakketje gekregen van Shadow Hill. Dus ik had het goed. Ik dacht dat het was. Het is echt een leuk merk uit LA, wat ik gewoon echt al een tijdje volgde. En toen hadden ze me benaderd van, ja, we willen jullie wat opsturen. En ik was echt van, oh my god, ja, leuk. Dus, we gaan het even uitpakken. Oké, let's open it. Maar ik moest mijn stijl een beetje doorsturen. En dan gingen ze gewoon een leuk pakket voor mij maken. Maar ik ben echt benieuwd. Ik wil altijd wel iets van hun bestellen, maar... Dat is nooit gedaan. Maar goed ook. Het is niet niks, het is heel veel. Dat is heel veel. Oh mijn god. Leuk. Oh my god. Oké, ik heb dus hier allemaal t-shirtjes. Hier, het is een XS, maar het valt denk ik wel oversized. Maar met allemaal tie-dye erop en Shadow Hill. Wat leuk. Oeh, deze groene. Ik ben echt best wel into groen de laatste tijd, maar kijk. Echt leuk. Oh my god. Kijk, een roze joggingbroek. Maar er zitten allemaal dingen op. Ik ga het zo nog wel eens even wat beter laten zien. Dat is echt geweldig. Wat is dit? Denk een hoodie. Ook leuk met Shadow Hill. Gewoon cute en comfy. Thank you Shadow Hill voor dit. Ik ga het zo eventjes aantrekken. Of misschien doe ik het morgen wel aan. Ik laat jullie nog even zien later.
gewoon even thuis een beetje chillen en dan daarna nog wat met vriendinnen doen. Ik zit nu lekker in deze stoel en hij is zo lekker zacht. Ik lig echt heerlijk. En ik heb echt net heel lekker gegeten, maar er zit nu nog even koffie te drinken aan tafel. En we gaan straks heel veel bij Lululemon kijken, want daar bestaat een hele mooie sportlengte. En ik wil ook gaan zo'n korte broekje of zo, of hoe ik dat moet zeggen. En we gaan straks voor mijn scooter kijken alweer, voor de 100.000ste keer. Maar het is zo moeilijk. En ik ben er nog steeds niet uit, want ik heb nu ook weer grijs gezien. En ik word gek. Ik heb dus nu een paar dingetjes, zo'n bikeshirtje en dit topje. En dat ga ik nu even passen. Het zijn dus eigenlijk allemaal yoga dingen, maar ze hebben eigenlijk heel veel verschillende dingetjes. Dus ik ga dit nu even passen om te kijken of ik dit leuk vind. Ik heb dus nu zo'n broekje aan, alleen ik weet gewoon echt niet wat ik ervan vind. Ik denk gewoon echt niet dat het mijn ding is of zo. En ik vind deze ook gewoon zo lang of zo. Gewoon echt zo. Snap je wat ik bedoel? Alleen dit topje is wel echt heel leuk, vind ik. Oké, ik ben geslaagd. Ik heb dus allebei die dingetjes gekocht. Ik net liet zien. Toch wel die bikershorts, want ik dacht ja, het is wel heel handig voor recycle. We zijn dus nu bij de scooterwinkel, want ik had laatst een kleurtje besteld. Iets donkerblauw, dus we gaan even kijken wat het is geworden. Dus ik ben heel benieuwd. Want het was allemaal een beetje misgegaan, ook met de rijlessen verplaatst en zo. Dus dat komt allemaal wat later, maar we gaan nu wel eventjes kijken. Kijk, dit is het dingetje. Alleen, ik had zeg maar een beetje donkerblauw gevraagd, maar het is een beetje paars uitgeslagen. Dus ik vind deze niet zo mooi. Nee, dit wordt hem niet, jongens. Kijk, dit zijn alle matte kleurtjes, maar ik zit toch heel erg te neigen naar een grijze kleur. Dus misschien ga ik dat wel gewoon nemen. Alleen, kijk, ik vind deze ook heel leuk. Zeg maar de kleur, niet de beugels en zo. Kijk. Snappen jullie wat ik bedoel? Gewoon niet het model en zo, maar alleen de kleur is best wel dik, vind ik ook. Ik denk dat ik deze ga nemen. Want ik vind het echt een hele mooie kleur. Alleen zeg maar de uitwerking is nu nog best wel tittig. Maar uiteindelijk wil ik hem een uitwerking van een sprint maken. En dan helemaal stoer met zwarte beugels en zwart zadel en zo. Dus ja. Ik heb hier de offerte in mijn hand. En we hebben een soort van eigenlijk de scooter. Ja, nog niet helemaal besteld, maar we zijn er wel echt uit. Mijn vader gaat nu nog even contact opnemen en ik ben zo excited voor mijn scooter. Hij is zo mooi, dus yay! Het is nu 10:30 en ik ben nu even lekker op mijn laptop aan het kijken naar Sweet Sexy jurkjes. Want ik ben bijna jarig, nou bijna, echt over 3 weken. Maar ja, ik stress hem gewoon. Dus ik ben even op Revolve aan het kijken. Ze hebben echt heel veel leuke jurkjes. Gewoon, ik zocht gewoon pink dress op. En ik kreeg letterlijk gewoon 1600 verschillende jurkjes. Maar er zijn ook echt heel veel lelijk. Snap je? Ik wil zeg maar wel een kort jurkje. En ik wil hem wel echt roze. Want het is wel gewoon Sweet 16. Maar ik vind dit dus ook heel cool. Maar zeg maar, dat is wel een soort van lang. Maar het is wel gewoon cool of zo. Snappen jullie? Dus ik ben nu gewoon even aan het kijken. So yeah. Rise and shine. Goedemorgen. Het is zondag. En ik heb lekker een ontbijtje. Kijk. Lekker een acai bowl. Een gember. En een matcha die ik altijd zelf maak. En Lola Vententeefjes. Maar we gaan de tafel nog even een beetje leuk dekken. En we gaan straks even lekker lunchen op het strand in Noordwijk. Ik ben niet zo'n fan van Noordwijk, maar ik moet mee. Hallo! Hi. Ik weet niet of je me hoort door de wind. Dat is wel altijd zo irritant aan de kust. Dat het zo waait. Maar we zijn op het strand aangekomen. Nola, show your fit. Wacht, ze heeft het aan. Ja, nee, eerst, dat laat ik zo zien. Don't kill my vibe. Leuk rokje. En ze heeft nieuwe schoenen. Oeh, en een nieuwe tas. Hoe schattig is deze? Zag, denk er past niks in, maar mijn telefoon zit er gewoon rustig in. Oh, het is echt zo'n beep. Kijk, mijn telefoon en mijn zonnebril zitten er gewoon in. Pas je telefoon erin. What the fuck, wow. En mijn zonnebril. Ja, zonder hoesje. Ik heb aan, you know, my favorite denim jacket. Dit kettingje dus van Felice en ik vind hem echt zo leuk. Gewoon dit topje en ik heb dus mijn shadow heel broek aan. Kijk, hij is echt leuk met allemaal dingen erop. Hier, Shadow Hill. Hij is echt leuk. En dan gewoon lekker Air Force Ones. Het is echt lekker weer. Dit is ook echt, je denkt, oh, heb je niet koud? Maar dit is echt perfect. Het is echt perfect, perfect. Het is koud. Heb jij het koud? Maar jij hebt blote benen. Dat is anders. Ik heb wel een joggingbroek aan, you know? Vinden jullie dat niet ook? Ik vind de Noordzee zo lelijk. Ze zeggen dus dat dit echt zo de meest schone zee is.
waar. Ik kan dat gewoon niet geloven. Zo lelijk. Kijk, we zijn weer samen. Ja, oh my god, weekenddag. Maar goed, Pippa doet er een kus voor. Dit is appartementreunie. Ja, en toen Pippa super irritant was, volgens iedereen. Ja. Je bent wel op camera mee welkom. Dat je nou ook. Ah, nee, ik zie er echt niet uit. Ik ga echt onderduiken. Ik ben knapper in het app. Mag jij zo'n bril? Dit is, als je met Gina aan tafel zit, ziet het er zo uit. Kijk, met die staan het appen. Donder nou. Wie is het? Daan. Oh, ze is met Daan aan het appen, dat jullie dat even weten. Daan! Hola, hola. Goedemorgen, het is maandagochtend. En ik ben echt helemaal wakker of zo. Ik weet niet wat het is, maar ik ben helemaal wakker. Dus het is super relaxed. En ik heb echt een kleedje en een leuk jurkje. Dat zit nu even onder dit dingetje, want het is nu nog een beetje koud. Ik laat hem zo even zien, een leuk jurkje van Zara. Er is nog steeds geen jurkje gevonden gisteren. Ik was nog wel even aan het kijken. Er waren wel leuke jurkjes gewoon of course. Maar niet dat ik denk, oh my god. Maar ik denk gewoon dat ik ze even moet passen. Dus ja. Zo, dan kom je op. Oké. Leuk. Het is net mijn haar een knotje gedaan en het is nu de volgende dag en mijn moeder is vandaag jarig. Yay! Wow. Hey. Ja, mijn moeder is dus in ieder geval vandaag jarig. En dus het is nu 16:30, want we mochten eerder weg. We gaan naar Noordwijk en dan gaan we naar Tulum heet het. Dus ik denk wel dat het gezellig is. Alleen het weer is niet top. Dus ik heb dit aan. En ik moet even opschieten. Want ze zit al de hele dag mee te wachten. Jongens, ik kwam er net achter dat ik precies dezelfde plek aan het filmen als ik vorige week filmde. Want hier is het boerenland, jongens. Daar ben ik weer. In Noordwijk. Dat is gewoon mijn place to be. En ik heb er echt heel veel zin in. Want ik zag elke keer op Instagram bij Tulum. En het zag er elke keer zo leuk uit. Alleen we zijn er gewoon nog nooit geweest. Dus we gaan nu eindelijk een keertje naartoe. Dus dat vind ik echt heel leuk. En Luca heeft een filmpje zo hard aan. Ze hebben het allemaal gegeel. En het is zo irritant. Hè? Monster. Goedemorgen, het is een nieuwe dag en het is echt vandaag zo warm. Het is september en ik had echt gewoon, ik dacht oké, september, het wordt kouder, ik ga weer hoodies aandoen. Ineens is het de hele week 25 graden. Nu ook in deze jas, ik heb het echt warm en ik heb gewoon een jurkje aan met gewoon korte mouwen, kort alles. Dat is wel leuk met touwtjes. Maar ik heb nu 2 tussenuren, dus ik ga nu naar de kapper. En ik ben echt zo lang niet geweest en ik moet echt, want mijn haar is helemaal plat en lelijk en vies. Dus we gaan daar eventjes wat aan doen. Zin erin. Ik ben bij de kapper en oh my god jongens, kijk. Het is best wel kort, alleen het is echt zo mooi. En dit is er allemaal af. Zoveel. Maar kijk, nu kan ik eindelijk weer mooi zijn. Het is weer helemaal fris. Kijk hoe mooi het is. Het komt tot hier, maar het is echt zo mooi. Zo'n mooi volume. Blij mee. We gaan nu weer naar school toe. En heb ik nog 2 uurtjes les. En dan ben ik uit. En dan ga ik eventjes denk ik in de zon zitten. Want hallo. De zon is zo fel. Het is zo warm. Het is zo heet. Is zo ik heb gegimpt vandaag buiten. Oh, en nu heb je ook een sweater aan. Ben je gek of zo? Waarom heb je sweater aan? En ik ben hier met... Blue Barbie, liefde! Ken. Ik moet ook echt wennen aan die camera. Wij moeten echt die TikTok samen gaan maken van... En dan zodat je zo omhoog komt. Oh, omdat ik zoveel langer ben. Ja. We zijn ook zo nerveus. Kijk, ik ga even gewoon naast mij staan. Zeg maar, überhaupt maar niet bukken. Kijk of je wel in het beeld bent. Dat is echt chineus. Maar ook gewoon het type outfit, dat is ook waar we ook echt in verschillen. En dan? Oeh, ah, oeh, 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 yeah! En dan canola. Ja, dat snap ik. Het is heel lelijk. En dan dat zwarte tasje erbij. Ik vind wel je schoenen. Maar hier zit zwart echt in. Fantastische hier schoenen. En hé, wat heb je toch een goede personal shopper, hè? We're here. Kijk hoe mooi die huizen. Duinen. We zijn aangekomen bij Tulum. En ik ben heel benieuwd. We moeten nu even naar boven lopen. Alleen het ziet er ook leuk uit, heb ik gehoord. En het eten is volgens mij ook heel lekker. Nee, ik ben niet zo maar ik ben echt heel moe. Ik krijg thuis meteen slapen. Ik kan mijn ogen echt niet meer open houden. Maar mijn outfitje is wel leuk. En ik ga straks ook een foto maken op het strand. Want
dat hebben we lang niet gedaan. Of is die beach niet meer. Dus dat is wel leuk. Leuk. Er staat wel wind. Enter via de beach. Kijk hoe leuk het er was. Oeh! Nee! Nee! Nee, kill me! Mijn hele suede schoenen. Nee! Mijn hele schoenen, jongens. Nou, ja, het ziet er wel super lekker uit. Kijk even. Ik kom niet water. Aan je mond. Ik zit er dus binnen, want het waaide buiten ook best wel hard. Dus ga nu binnen eten. En ik heb net mijn voorraadje besteld, namelijk een burrata. Echt super lekker. En ik heb een Caesar salad als hoofd, dus daar heb ik ook zin in. Yummy! Mijn salade is er. En kijk even hoe groot die is. Oh my god, zo lekker wel. En het ziet er trouwens ook allemaal zo leuk uit. Hier is allemaal groen. En hier ook dit, hoe cute. Echt heel leuk. Kijk, zie dan niks aan nu. Never have I ever op Instagram aanspelen. Kijk, echt een leuke filter. Hij is echt heel grappig. Ah, we gaan nu voor Gina doen. Deze gaan we nu doen. En dan never have I ever, dan komen er allemaal dingen boven. En dan gaat Luca raden wat ik heb gedaan of niet. Dus we gaan nu even de camera neerzetten. Auw, je breekt de kop. Nou jongens, echt heel grappig. Nou, at the beach. Oh my god. Kijk hoe mooi Luca. Ze deed het door het water te rennen. Oh, het is echt zo'n mooi licht. Kijk de sunset. Het is echt heel mooi. Ze hebben weer net een leuk foto gemaakt. Alleen maar haar. Ik vlieg natuurlijk alle kanten op. Het zit echt niet meer. Het lijkt echt. Nou, het lijkt gewoon niet goed. Dus we gaan nu naar huis. En het is al 7 uur. Maar dit wouden we natuurlijk nog wel even meepakken. Echt heel mooi. Hola, het is. Dinsdag. En het is echt zo warm. Het is vandaag 30 graden. Dus het is echt gewoon vreselijk warm. En in de stad stik je gewoon. Dus we zijn op het water. En ik ben even lekker varen bij mijn ouders. En eindelijk is er een beetje wind. Oh mijn god, ik stikte echt. Ik heb dit aan. En het is gewoon heel warm. En ik had deze schoenen aan. Ook een beetje warm. But now, now it's fine. Dus we zijn lekker aan het varen. Ik heb mijn poffertjes. Kijk. Jarenlang. Super lekker. En mijn haar zit trouwens nog steeds echt top. Zo blij dat ik naar de kapper ben geweest. Het is echt top. En poffertjes erbij. En een beetje sushi. Wat wil ik nog meer? Hola. Ik heb gisteren niet meer gefilmd naar het strand. Maar het is nu de volgende dag. En het was vandaag echt een mega lange dag op school. Maar echt ziek. Ik was gewoon zo moe op een gegeven moment. En ik had vannacht slecht geslapen. En ik ben helemaal kapot. Dus ik ga nu lekker douchen. En even mijn haar wassen. Want altijd als het in de start is. Dan weet je wel hoe ver het is. Dan moet ik het echt meteen gaan wassen. Dus dat ga ik nu doen. En voor de rest zijn het gewoon lange dagen. Maar ik heb morgen wel iets leuks. Ik kan niet zeggen wat het is. Dus daar heb ik heel veel zin in. En ja, dit weekend wordt gewoon wel een lekker weekend. Een beetje chillen. Ik heb morgen een wiskundetoets, dus ik ben best wel nerveus. Omdat het natuurlijk wel gewoon anders is. Want normaal krijg ik privé bijles. En dat heb ik nu allemaal niet meer. Dus ik ben best wel nerveus. Maar ik ga het hopelijk wel knallen. Dus ik ga nu lekker mijn haar wassen. Maar ik hoop dat jullie deze vlog natuurlijk wel leuk vonden. Als je hem leuk vond, doe dan zeker een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal hier beneden. En dan zie ik jullie volgende week.